Het is dinsdag 25 oktober 2016. Welkom bij Nieuws 1. Armand Sunder, de voorzitter van de Progressieve Werknemersorganisatie, PWO, spreekt de hoop uit dat binnen nieuwe arbeidswetgeving die vandaag verder wordt behandeld in het parlement, er nog meer bescherming komt voor de werkende klasse. Het begint bij het feit dus dat arbeiders zich mogen organiseren. Het begint en verder dus wanneer arbeiders het niet eens zijn met de werkgever, om wat voor reden dan ook, dat zij het recht hebben tot staken. Mm-hmm. Dus het voeren van acties voor lotsverbetering. Arbeiders moeten een redelijk loon hebben. Dat loon moet van zodanige aard zijn, dus dat zij ook een klein beetje kunnen sparen. Kunnen denken aan de dag van morgen, dus een beter leven kunnen hebben. Een groot discussiepunt bij de behandeling van de nieuwe arbeidswetgeving is het stakingsrecht van de werkende klasse dat ook verankerd is in de grondwet. Zo vroeg Chandrika Santokhi, DNA-lid van de VHP, geen inmenging van het politiek in vakbondsgelegenheden. Ik beveel aan, laten we dit heel goed regelen, voorzitter. Het mag niet zo zijn dat stakingsrecht wel gegarandeerd is, maar door staking op basis van misschien geen, sterke gronden, er bijvoorbeeld een staking uitbreekt, waarvan grote delen van de samenleving in feite slachtoffer zou kunnen gaan worden. Laten we dat goed regelen. En het mag niet zo zijn dat die vakverenigingen zelf een verlengstuk gaan worden, dat er een stukje balans moet zijn. Omdat die werknemers zichzelf kunnen verenigen wat onvoldoende tot uiting gekomen is in deze regelgeving. Maar het gevaar schuilt hierin dat door een stukje politisering, en nogmaals, het hoeft niet alleen zo te zijn bij de overheid dat een vakbond gepolitiseerd is. Het kan ook zo zijn dat een vakbond bij een private instelling, bij een bedrijf, op de stoel van een directie zit. Wat soms niet goed kan zijn voor de belangenbehartiging van de leden. Minister Suharto Mustaja gaf ten aanzien van het stakingrecht te kennen dat de toetsing van vakbondsacties nog steeds zal worden overgelaten aan de onafhankelijke rechter. De staking is volgens deze wet het collectief neerleggen van het werk door werknemers ten einde hun werkgever of derden tot een bepaald geoorloofd handelen of nalaten te bewegen en met de bedoeling de werkzaamheden te hervatten zodra de beoogde doelen zijn bereikt. Het stakingsrecht is een fundamenteel recht primair van een collectief van werknemers en niet zozeer van de vereniging of van het bestuur. Benadrukt moet hier worden dat het de rechter is die beslist of een staking rechtmatig is of onrechtmatig is. PWO-voorzitter Armand Sunder gaf de visie van zijn vakcentrale op het stakingsrecht en de verworvenheden van de politiek met de vakbeweging. Maar wat je wel hebt is dus dat bepaalde vakcentrales stellen dus dat er geen scheiding is tussen vakbond en politiek. Ja. En hun gedachte daarbij is dat je wetgeving kan veranderen als je ook aan een politieke tafel bent. Maar wat is uw mening? De mening van PWO kan ik aangeven. Ja. PWO zegt dus dat er wel onderscheid is tussen vakbond en politiek. PWO zegt dus dat je als vakbond je moet concentreren op de vakbondsvraagstukken. En dat je de politiek, en dan hoef jij het niet zelf te doen, wel moet aansporen om de wetgeving te wijzigen en om betere voorzieningen en procedures te creëren voor wat betreft de arbeid. De beroemde barbecue-koning, chef-kok Patrick Richard, die gaat in zee met Suriname Airways, de SLM. Heel binnenkort zullen ook culinaire hoogstandjes van deze chef-kok op het menulijst van de SLM komen te staan. De vorige week heeft de SLM een presentatie gekregen van wat Patrick Richard en zijn team allemaal te bieden hebben aan de SLM. Nou, u ziet de presentatie wat we afgelopen donderdag hebben mogen geven aan de team
die uitkiest welke gerechten de SLM gaat, gaat pleten de, de komende seizoenen. Ja. Het gaat om drie cyclus. Mm-hmm. En hieruit hebben ze een samenstelling gemaakt. En hiermee gaan we de mensen blij maken. Ja. Als u kijkt naar de gerechten, dan ziet u gelijk een verandering. U ziet een andere manier van plating. Mm-hmm. U ziet de uitstraling. We hebben gedurfd om te reperfectioneren. Ja. We hebben een beetje ruzie gehad met de echte Sranamangs. Die zeggen nee, een soep moet echt gemaakt worden zoals het geleerd is. Uh-huh. Maar ja, als je reperfectioneert, dan bereik je meer ermee. Okay. Je bereikt meer mensen ermee. Ja. Ja. Wat me opvalt is echt zo Surinaams, met Surinaamse groenten, Surinaamse, dus alles is de alles Surinaams, of de basics? Ja, de SLM is heel streng. De SLM wil zoveel mogelijk lokale producten gebruiken, dus groenten, Surinaamse groenten. En het is niet anders. Wij moeten het verkopen. Wij moeten de mensen blij maken met wat wij hebben. Ja. Dus vandaar dat je steeds weer de mooie Surinaamse groenten ziet. Want wij hebben mooie groenten en lekkere groenten. Ja. Ja. Gaat de toerist ook bekend worden gemaakt met een bitawiri? Ja, er is ook een bitawiri. Ik heb net een bitawiri als groente gezien. Ik heb een bitawiri in een moxalesi gezien. Ja. Bitawiri is ook verwerkt als salade. Mm-hmm. Als bitawiri is een mooi. Ik ben blij dat je bitawiri roept, want bitawiri is een van de lekkerste Surinaamse groenten. Ja. Ja. En als we praten over soepsoorten, sabasupu. Hoe vaak gaat men dat zien op het menu? Ik heb gedurfd samen met mijn collega's in Nederland, maar ook de collega's hier. Ik denk aan de chefs bij de catering. Ik denk aan meneer Breuster, mevrouw Lens. Ja. We hebben gedurfd om een gladde cassavesoep te presenteren. En dat is gekozen. Ja. Dus straks als je vliegt met de SLM, dan krijg je een lekkere gladde cassavesoep. Zoals oma het lekker vindt, zoals oma het bereidt. Maar dan anno 2016. Ja, ja. Met uitgepluiste kip erop en een mooie selderyblad. Ja. Dus het trek je aan. Als je ernaar kijkt, dan krijg je honger. En dat is onze bedoeling. Ja, dat is de bedoeling. Gaan we ook een peperwatra zien? Dat komt. Ja. Wanneer weet ik nog niet. Dat is heel uitdagend. Dat is uitdagend. Ja. Maar wanneer weet ik nog niet, maar het zal zeker gereperfectioneerd worden. Mm-hmm. Het moet geaccepteerd worden door al de klanten. En dat is wel een beetje moeilijk. Patrick Richards is, zoals hij zelf zegt, 30 jaar terug begonnen met zijn culinaire loopbaan. Ik ben begonnen zoals iemand van het platteland zou beginnen. Een rijstboer zou eerst rijst planten en dan zou je gaan kijken van hé, kan ik een lening krijgen om in mijn hele veld te zaaien. Junatori. Mijn begin zal ik van opernas mee beginnen. Oké, van opernas mee beginnen. Dus ik begin bori. Ik begin bori. Ja, Sernyang na Oso. Mijn Sernyang, niet echt na Oso, maar ik begin Sernyang op festival. Ja. Dat festivals, ik ben mezelf verder gaan verdiepen, ik ben verder gaan studeren, verder gaan kijken van wat voor mogelijkheid heb ik hier in Amsterdam. Ja. En het is me aardig gelukt, ik heb de juiste mensen op de juiste plaats gekregen en ik ben nu de man die 30 jaar geleden is begonnen met eigenlijk niks. Ja. Wat heb je opgebouwd allemaal? Heel veel goodwills overal. Mm-hmm. Ik ben kok, ik heb voor de koning mogen koken. Ja. De koning van Ghana was de eerste koning waarvoor ik mocht koken en ik heb die blij gemaakt. Dus alle andere Ghanese die naar Suriname kwamen of naar Nederland kwamen, die lusten gewoon Patrick's. Die. Ja. En daarnaast heb ik Hare Majesteit en ik heb de topvoetballers. Wie heeft nog niet van mij gegeten? Ja. Ik weet het niet, ik weet het niet. Oké, dat moeten we dan ook zo volgen. We moeten dan toch wel ik zou niet zeggen portretteren, maar nog meer leuks doen met de heer Patrick Richards. Ja. Hebt u zo foto's, video's? Ik heb wel wat materialen op een verzameld. Mm-hmm. Ik heb hier en daar wat op in tijdschriften. Maar mijn hoofddoel is een voorbeeld zijn voor de jongeren. Ik wil de jongeren triggeren. Mm. Ik wil de jonge Surinamers die nu naar me kijken of die gerechten hebben gezien, triggeren dat ze ook een keertje verder gaan proberen met die bami die ze thuis voorgeschoten krijgen. Ja. Dat we eigenlijk met de Surinaamse keuken de wereld kunnen veroveren. Gewapende aanvallers hebben gisteravond een opleidingscentrum van de politie in de Pakistanse stad Kerak bestormd en een onbekend aantal mensen in gijzeling genomen. Zeker 29 mensen zijn gedood. Dat meldt de Pakistanse tv-zender. Er zouden zeker 100 gewonden zijn gevallen, van wie er 12 slecht aan toe zijn.
De urenlange aanval met hevige vuurgevechten en explosies is inmiddels beëindigd. Volgens een woordvoerder van de politie was er sprake van 5 of 6 aanvallers. Televisiezender GOTV meldt dat 3 van hen zouden zijn gedood. Het is nog onbekend wie achter de aanval zit. De scholen en het gebied eromheen zijn afgezet door de politie en leden van de Frontier Corps, de parlementaire organisatie die in delen van Pakistan de orde handhaaft. Volgens een woordvoerder van het provinciebestuur waren er ten tijde van de gewelddadige inval ongeveer 200 studenten aanwezig. Hoeveel van hen zijn gegijzeld en hoeveel ontsnapt is nog onduidelijk. In 2006 en 2008 was het complex ook al eens doelwit. Toen kwamen er raketten neer op het terrein. In 2014 vielen extremisten een school van het leger aan in de Pakistanse stad Peshawar. Meer dan 140 mensen werden daarbij gedood. Door de rechtse oppositie, geleide Nationale Assemblée van Venezuela, heeft zondag aangegeven president Nicolás Maduro te zullen afzetten vanwege het vermeend overtreden van de democratie in het kielzog van het geblokkeerde terugroepen referendum tegen Maduro. De Nationale Assemblée is momenteel in strijd met de uitspraak van het Hooggerechtshof van het land, waardoor haar acties geen juridische status hebben. Dat betekent dat de stap van de oppositie geen voortgang mag hebben, maar het betekent ook een verdere escalatie van de politieke spanningen. De situatie in Venezuela begint nu te lijken op die in Brazilië, waar vorige maand een rechtse parlementaire coup tegen de Braziliaanse president Dilma Rousseff plaatsvond. De speciale zitting van het congres werd verstoord door een bestorming van het parlement door Maduro-aanhangers. In zijn resolutie heeft de oppositie opgeroepen tot internationale interventie en herhaalde een reeks van beschuldigingen tegen president Maduro, met inbegrip van de lang betwiste bewering dat zijn Colombiaanse afkomst maakt dat hij niet in aanmerking zou moeten komen om het land te leiden. Stembureaus zijn al geopend voor vervroegde stemming in de zogenaamde Battleground staat Florida. In 50 gemeenten in Florida zijn de stembureaus gisteren geopend, waaronder Broward, Duval, Hillsborough, Miami-Dade, Orange en Palm Beach. De overige gemeenten zullen in de komende week hun stembureaus openen. Vroeg stemmen per post loopt al weken. Bijna 1,2 miljoen kiezers in Florida hebben al via e-mail gestemd. De staat heeft bijna 13 miljoen geregistreerde kiezers. Opiniepeilingen hebben aangetoond dat het een nek-aan-nek race is in Florida, waaronder de democraat Hillary Clinton en de republikein Donald Trump. Een overwinning in de staat is van cruciaal belang voor Trumps hoop op het halen van de 270 kiesmannen die nodig zijn om het presidentschap te winnen. Beide kandidaten toeren deze week door Florida in een poging om de opkomst bij hun achterban te verhogen. De eigenlijke verkiezingsdag is 8 november. Dit was het dan voor Nieuws 1. Voor meer nieuws verwijs ik u naar het journaal om 7:30. Een fijne dag.